Oké, ik moet even de kap open doen. Een Keva. Een Kever uit 1972. Ja, ik heb dan een volle gehad, geen cabrio, maar 1302. Dat is echt een leuke auto. Deze ziet er ook nog best wel heel mooi uit. Kijk, bijna zou ik maar zeggen in nieuw staan. En mooie klompjes. Ik ga een stukje rijden, want ja, met dit weer gaat het mooi worden. Geen stuurbekrachtiging. Ja, ik moet hem eigenlijk hier opplakken. Dat doen we niet. Nou, voor het mooie kerstgevoel, hè? Ja. Godsamme. Ik zit echt vast geplakt. Zo. Hey, leuk zo'n auto. Echt wel. Nou, geen automaat. Dus ik moet de schakel eentje vasthouden. Hij schakelt ook nog goed. Het is donderdag. Nou, weinig filmpjes te laten. Dat heeft te maken omdat de auto's met die vaak rijden. Ja, die zijn natuurlijk staan te geschorst. Dus van november tot met februari. Dan mag je niet rijden als ze nog geen 40 jaar zijn. Alleen met mijn driewielen dus wel. Maar ja, dat wil je ook niet. Al met al, hij remt goed, hij rijdt goed. Er zit een klein beetje stuurspeling op. Dus dat zal nog niet helemaal goed zijn. Ja, nou, we gaan de kerst, donkere dagen van kerst. Ik vind toch wel een beetje de mensen die toch wel een beetje alleen zijn. Een beetje de hart onder de riem. Kom op, er is nog veel meer, hè. Ik begrijp als je eenzaam bent dat dat best wel moeilijk is. Even glimlach, lach naar iedereen. Dat heeft er niks van kwaad. Een vrolijk woord is natuurlijk ook hartstikke mooi. En denk in oplossingen, hè. Dat is zo belangrijk. Het leven kan zo mooi zijn. En als je dan ook inderdaad alles tegen zit, is ook niet leuk. Dat snap ik ook. Iedereen heeft dat wel, maar dat is soms wel moeilijk om daaruit te komen. Dus ik hoop eigenlijk dat met dit kleine boodschapje, dat je daar toch, dat we daar een beetje vrolijk mee blijven. Toch? Ja. Zeker als je in deze auto rijdt, dan ben je weer vrolijk van. Ja. Dat is steeds handiger. Wat een pleuris weer. Daar word je weer niet vrolijk van. En als je dat zo ziet. Dus daar is het licht. En hier is het bijna donker. Hier zelfs de lichten staan hier aan. Ah, joh. Maar we zijn met een Keva. Nou, die Keva cabriolet. Nou, dit is best wel een collector's item aan het worden. Want hij is natuurlijk een beetje niet Engels racing green, maar gewoon groen. Groen. Groen, groen, groen. Nou, dit is gewoon een keurige. Ook zelfs dat kilometerstelletje. Dat was vroeger ook item. Maar ik had. Ik ga even de brug opzetten, want ik verwacht eigenlijk dat er niks aan markeert. Ja. Ja. Cynthia is er ook, hè. Voor hier. Hier. Die gaat de bandjes wisselen. Dat is ook leuk. Ik kan het één hand sturen. Ja. Cynthia, zwaaien. Ja, zwaaien. Ja. Ja. Ik ga hem even afsluiten, anders gaat het fout.